ongezond. Dan zouden een hoop mensen doodgaan. We eren op 30 september de stroopwafel vanwege Nationale Stroopwafeldag. Koos Broekhoff staat al bijna 50 jaar elke donderdag met zijn stroopwafelkraam op de markt in Wijchen. Zijn koekjes bleven al die tijd onverminderd populair. Nou, stroopwafels is een heel mooi product, een lekker product. En het wordt goed verkocht. En we hebben hele goede kwaliteit. Dat is niet te ver te vergelijken met de supermarkten en zo. Dus. Nou, dat het altijd vers is. 100% vers. Zit er geen geur, kleur en smaakstof in. Het is eigenlijk een hele goede wafel. Koos begon ooit in een bakkerij en later groeide dit uit tot een stroopwafelkraam. Maar stroopwafels gaan volgens hem nooit vervelen. Nou, na 50 jaar lust ik ze nog steeds, hoor. Ik eet niet elke dag 5 stroopwafels, maar als we naar de markt gaan. Een stukje proef ik altijd. En dan wel eens een hele nog. Ik vind het nog steeds super lekker. De stroopwafelbakker is heel blij met zijn plaats op de Wijchense markt. Jawel, het is gewoon een gezellige markt, een goede markt, gezellige mensen. Kijk eens even, ze lachen altijd. Het is gewoon leuk. Onder de mensen is het altijd leuk. Het is beter als bij Albert Heijn achter de kassa. De vraag is naar je bonuskaart, dat hebben wij hier niet. Toch denkt Koos al langzamerhand aan stoppen. Maar ik ben nu 77 en volgend jaar maart sta ik 50 op de markt. Ik denk dat dat jaar nog vol maakt en dan denk ik toch dat ik het meest ga halen. Als ik 77 ben, dan wordt het onderhand tijd een beetje rustiger aan gedaan. Koos heeft nog een goed advies voor mensen die graag oud willen worden. Nou, laat de mensen maar gewoon 1 of 2 wafels per dag. Dat is altijd goed, blijven gezond bij je. Geen geur, kleur en smaakstoffen, dat is altijd goed. Bijna net zo goed als een komkommer. Is een stroopwafel niet heel ongezond? Bij jou al, kom je daar nog bij. Ongezond. Dan zouden een hoop mensen doodgaan, dat verkoopt ze al 50 jaar. Ja, nee, dat is niet ongezond, kerel. Nee, nee. Eenmaal, tweemaal, driemaal.